Waarschijnlijk gaat Meghan Markle op dit moment genieten van chocoladetaart. Vandaar is ze dol op, weten we. Vandaag staan daar, als het goed is, 42 kaarsjes te branden. Want de hertogin van Sussex is jarig. Hoe het met haar gaat en of ze groots uitpakt, bespreek ik met hoofdredacteur Evert Sander Goets. Hoofdredacteur van Privé wel te verstaan. Maar wie dat niet weet, die heeft onder een steen geleefd, Evert. Evert, het zijn roerige tijden voor de Sussexen. Of zo moet je ze noemen, hè? De Sussexen. Mogelijke scheiding hebben we hier eerder over voor in de studio gestaan. Even naar het positieve. Ze is jarig. Hoe verwacht je dat ze het gaat vieren? Nou, er wordt in Engeland geen vlag vooruit gestoken in elk geval. En het is er het afgelopen jaar, sinds de laatste verjaardag, bepaald niet beter op geworden. Natuurlijk is vorig jaar, begin september, koningin Elisabeth overleden. En dat was toch wel de aanloop naar de volledige optakeling van Harry en Meghan in het koningshuis. Als iets pijnlijk duidelijk gemaakt heeft dat ze daar geen deel meer van uitmaken, dan was het wel die begrafenisplechtigheden en de eenzame aftocht van Harry. Meghan hebben we sindsdien niet meer gezien in Londen. Wat buitengewoon pijnlijk was, is dat ze wel van plan was te komen, kennelijk, als ze mee had kunnen vliegen met Joe Biden op de terugweg met de Air Force One naar Amerika. Zij heeft bij het Witte Huis geïnformeerd of dat tot de mogelijkheden behoorde. En daar heeft Joe Biden volgens een Witte Huis medewerker vriendelijk voor bedankt. Dus ook daar staat de vlag er niet al te feestelijk bij vandaag. Ja, en we weten ook dat bepaalde vriendschappen, hè, die zullen dan ook wel niet op het feestje komen. David en Victoria Beckham. En ook hebben George... ook opgeblazen. Ja. George Clooney. George Clooney niet meer. De taart kan een stuk kleiner worden dan vorig jaar. Want ja, dat zijn toch wel de mensen op wie ze had gerekend toen ze neerstreek in Amerika. De mensen die haar in de showbiz of in het society leven verder hadden moeten helpen. Maar ja, op Oprah Winfrey kan ze kennelijk nog bogen. Maar ja, het is een niet al te feestelijke verjaardag voor haar, denk ik. Het staat er niet goed voor. Nee, als jij kijkt naar de speculaties over haar en Harry, hoe denk je dat het ervoor staat? Nou, uiteindelijk vermoed ik dat de spanning ze toch te veel gaat worden. Dat kan ook niet anders. Als je zo'n eigen weg bent ingeslagen en er zo volhardend in doorgaat, terwijl je links en rechts ziet wat je allemaal aanricht, het boek van Harry is toch niet de bom gebleken die het hele koningshuis onderuit haalde, maar wel intern heel veel schade heeft toegebracht aan de verhoudingen en ook de weg terug bemoeilijkt. Ik denk dat zij gewoon op een gegeven moment uit elkaar groeien, omdat hij terug wil naar zijn oude leven, daar heel erg op aan gehecht is. Je weet dat hij ook heel erg hecht aan zijn titels. Die kan zij hem niet geven, zijn familie wel. En uiteindelijk zal hij toch daarvoor kiezen. Vooral als hij ziet dat hij echt alles kwijt is. Hè? Zijn vrienden, zijn familie, zijn relaties, zijn nieuwe vrienden. Het is een treurig verhaal aan het worden. Het nieuws is wel dat ze samen naar de Invictus Games komen in Duitsland. Dat betekent dat het einde komt er dan misschien wel aan, maar niet meteen. Nee, niet onmiddellijk. Ze houden natuurlijk nog ijzerheinig vast aan wat er mogelijk aan contracten te sluiten zijn. Er zijn ook nog wat dingen die ze samen moeten doen. Dan is het goed om jezelf af en toe ook te laten zien. Die Invictus Games echt zijn levenswerk. Dus ja, vorig jaar viel dat redelijk in het water in Den Haag. Zag je ook dat er lang niet zoveel hoogwaardigheidsbekleders op afkwamen als aanvankelijk werd gezegd. Mevrouw Biden zou toen komen, die is niet geweest. De Nederlandse royals lieten het nagenoeg afweten, waren niet aanwezig bij de opening. Willem-Alexander alleen op de laatste dag. Prinses Margriet zou er bijna de hele week zijn, niet geweest. Dus ja, je ziet ook dat daar mensen eieren voor hun geld kiezen. En toch liever de banden met de echte royals goed houden dan die met dit duo. Ja, er gaan ook geruchten dat Charles zich ermee aan het bemoeien is. Wat heb je daarover gelezen? Nou, dat speelt zich vooral op de achtergrond af. We weten dat de avond voor de kroning van Charles een gesprek is geweest met Harry. Ook dat was een vreselijke vertoning natuurlijk, als je ziet hoe de familie daar met hem omgegaan is. Dat speelt zich echt buiten het zicht af. En als daar al gesprekken zijn, dan zijn ze toen in Londen vrij snel op de klippen gelopen. En als ze zich nu nog afspelen, dan is dat hooguit van, nou Harry, we zijn er voor je als je terugkomt, maar zonder die mevrouw met wie je getrouwd bent. We gaan al zien hoe het loopt. Voorlopig is Meghan vandaag 42 geworden, Meghan Markle. Evert Sandgoets, dankjewel. Nou, felicitaties op zijn plek.